Yo mensen, Jaras hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de 5 Kill Weapon Switch KM Strike Challenge. Wow, dat kwam er niet uit man. In deze challenge moet ik natuurlijk proberen om een KM Strike te halen terwijl ik om de 5 kills met een ander wapen schiet. Heb ik 5 kills gehaald met een bepaalde wapen, mag ik niet meer schieten met het wapen, moet ik een ander wapen gebruiken. En dat is niet een kwestie van willen. Fucking ID camper. Dat is niet een kwestie van willen, maar dat is een kwestie van moeten. Ik moet na 5 kills een ander wapen gebruiken. En dat is de challenge. Dat gaan we proberen om te halen. En als het lukt is het mooi. Als het niet lukt, dan proberen we het de volgende keer weer opnieuw. Zo makkelijk is het. Dat is kill nummer 2. Nog 1 kill erbij. Dat is kill nummer 3. Dat was een assisted suicide. Oké, dat is 3 met dit wapentje. Dus er moeten nog 2 erbij. Nog... Wauw, vieze campers. Ik ben niet weg. Nee, kut zo. Ze waren overal, man. Ze waren overal, jongen. Er stonden er 2 uit de camp bij stats. Zonder twee te kennen bij Stetsu, dat wou ik zeggen. Dankjewel, enemy. En oh my god, die IED's liggen overal. Ze liggen gewoon midden in de map nu, joh. Mensen hebben ermee geoefend, joh. Gewoon midden in de map gooien die dingen voortaan. En de kut, dan pak ik een kastet op. Ik moet even een ander wapen voor die kastet krijgen, want met die kastet kan ik natuurlijk niet 5 kills maken. Ik ben hier zo fucked, man. Deze enemies spelen best wel... Get turned! Deze mensen spelen best wel slim. Want ze lopen niet met z'n allen bij elkaar. Maar alsnog lopen ze wel bij elkaar. Oh kut, dat is onze... Is dat nou onze IMS of wat? Ik schoot erop, maar ik kreeg een hitmarker erop, maar... Ah, oh, kut! Zo, je had een silencer, man! Dit gaat één moeilijk potje worden. Dat is één vieze headclitch daar, hoor. Wow, frame lag. Dankjewel, PlayStation 4. Het gaat één moeilijk potje worden. Ik denk niet dat dit zo goed gaat aflopen als ik eerlijk ben. Dat is 2. Dat is 3. Nog 2 kills met het wapen. Dan moet ik een ander wapen hebben. En ik heb nog geen secondary. Dat is 4. Pak dit wapen op. Thanks. Nog 1 keer met de VAP. En dan moet ik met de Bissel gaan spelen. Die ik net heb opgepakt. 4. 4, 4, 4. Nog 1. Dan moet ik met de Bissel. Nog 1, ik wacht hier. 4. Nee, dat is kill steal. Fuck my life. Komt er één in mijn rug, sowieso. Hij zit er hier één. Hij zit hier. Ja, ik hoor hem nu ook. Hij zet een setcom neer, man. Fuck it, ik klim. Fuck it. Dat is 5. Bison. Oh nee, wie heeft dit nou weer. Wie gebruikt er nou weer zo'n site, man? Zag je wat erop stond? Wie de fuck gebruikt dat? Ja, oké, die gozer, dat snap ik ook wel, die enemy, maar... Oh my god, dat zet je toch niet aan op je wapen, joh. Dat is even normaal, jongens. Auw, kast zet op mijn kop. Dat is 1. Oké, we gaan het weer bijhouden. 1. 0. Ah, shit, man. Het gaat niet goed in dit potje, dat weet ik wel. Dat weten jullie ook. Kutjes. Je hebt zo'n slechtere potjes, maar die wil je niet krijgen, man. Dat is 1. Nee, ze komen met z'n allen aan. Fuck my life. Dat is 0. Opnieuw. Oké, dat is 0 nog steeds. Nog 3 daarna. 3, 2, 1. 1. 2. 3. Oh, die gaat niet dood. 3. Fucking kutstun. 4. 5. Nu moet ik met een ander wapen schieten. Ander wapen, ander wapen. Ik moet een ander wapen hebben. Want ik mag niet meer killen. Kut, er komt er een aan. Oh, switch. Switch. Ja, ik heb hem. Oké, met de Vector. Nog 4 kills met de Vector. 3 kills met de Vector. Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Ik weet dat je zit te campen daar. 2 kills met de Vector. Dan moet ik weer een ander wapen hebben. Ik heb Dead Eye unlocked. Ik moet alvast een ander wapen pakken, maar er ligt hier niks. Ah, oh, kut, er ligt... Oh, shit. Oh, my god. Ze kwamen opeens allemaal via de linkerkant, man. Kijk dan, 5 man lopen hier gewoon. 5. Ik had verwacht dat ze rechts zouden spannen, maar opeens staan ze allemaal links van ons. Dat is een kut inschatting, jongen. Gebeurt zo vaak, hè. Dan schat je... Auw, fucking camper die je bent. Get out. Get out. Als je die voor je. Ga niet zo vies campen, maat. Vieze, vieze Rick. Zo. Daar hou ik niet van, jongens. Weten jullie dat ook meteen? Daar hou ik niet van. Oké. Okay. Nog 4. 3. 2. 1. 0. Ander wapen. Ik heb hem. Bison. Bison met die kutscope. Dat is kill steal. In mijn rug, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Oké, 5 kills maken met deze Bison. Dat is 1.
Met de kutscope. Holy shit, dat is 2. Dat is 3, dat is een IMS, dus kijk uit. Dat is 4. Nog eentje, dan moet ik weer een ander wapen hebben. Pookie zit er wel bijna op, dus ik moet de tempo achter zetten. Er loopt nog eentje in de pro shop. 3, 2, 1. Kut, die IMS! Die IMS! Oh my god, ik heb hem overleefd. Ik moet dit wapen pakken. Nee, ligt hier geen wapen? Ik kan nu niks. Doei! Doei, 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 doei! Ik kan niks! Ik moet een wapen hebben! Ik moet een wapen hebben! Kut, sorry, die IMS zeker! Ja, fuck, ik was... Ik was een vergeten. De eerste IMS-kogel die om me kwam, die had ik ontweken omdat ik een pro shop inloop. Maar ik moest een ander wapen hebben, ik mocht niet meer killen. En ik had hem ook niet kunnen nijven. Ik mocht niet meer killen, want ik had een ander wapen nodig, want ik zat op een 10 streak. Fuck man, dit is een moeilijk potje. Oh, jongen, jongen. En we hebben hem gewonnen. Dit was echt een moeilijk potje. Enemies hebben lekker hun best gedaan. En het probleem was... ik kon niet inschatten waar ze vandaan kwamen. Want ze liepen serieus met ze ongeveer... vieren bij elkaar. En soms liepen ze gewoon wel alleen. Maar heel vaak liepen ze bij elkaar. En denk van, oké, ze komen via de rechterkant. Komen ze opeens via de linkerkant. Als je denkt dat ze via de rechterkant komen. En ze komen opeens via de andere kant waarvan je dacht dat ze kwamen. Dan ben je de lul. Dan kijk je de andere kant op. Dan loop je de andere kant op. Dan verwacht je niet dat ze links komen. En staan ze dan met z'n vijf naast je. Dan ben je gewoon kapot. Maar wat een 10-streak. En toen helaas. Had ik geen of moest ik een ander wapen pakken. Ik had nog wel ammo. Maar ik moest een ander wapen pakken. Die vent die ik had gekild, die had geen wapen gedropt. Dus kon ik ook niet oppakken. En alsnog was het potje afgelopen. Dus alsnog had ik hem waarschijnlijk toch niet gehaald. Dus bedankt voor het kijken mensen naar deze aflevering. Als je hebt genoten, geef me natuurlijk een duimpje omhoog. Dat helpt mij enorm. En tot de volgende keer weer. Bye bye mensen.